Het toezicht op het Groninger Museum door de provincie is opgeheven. De vorige directeur van het museum, Kees van Twist, moest ruim 2 jaar geleden aftreden vanwege een miljoenentekort. Het tekort ontstond door een dure verbouwing en dure tentoonstellingen. Zowel de provincie als de gemeente kwamen met geld over de brug, zodat het museum kon blijven bestaan. Gedeputeerde Staten van de provincie besloot wel dat het museum onder toezicht kwam te staan. De financiën zijn nu op orde en de provincie is tevreden over het inhoudelijk beleid. En daarom is het toezicht nu weer opgeheven. De theeschenkerij in de Prinsentuin wordt overgenomen door Hotel de Prinsenhof. In eerste instantie gaat het om een proef van een jaar. In het verleden werd de theeschenkerij bestierd door sociale werkvoorziening Werkpro, die daar vanwege geldgebrek mee moest stoppen. De gemeente wil de theeschenkerij graag openhouden, omdat die verloedering van de tuin tegengaat. Aan het eind van het seizoen gaan beide partijen kijken of de overeenkomst verlengd wordt.